ik ben Jelle Stuur, ik ben 17 jaar. Ik woon in Sinaï en ik speel torbal en goalbal bij de ploeg Waasland. Ik ben dus in contact gekomen met de sport toen ik vroeger nog op een speciale school zat in Spermalie in Brugge. Werd dat één keer per week gedaan. En daar heb ik dus de eerste keer gespeeld. En dan ben ik in het middelbaar naar een gewone school geweest. In mijn geboortestad eigenlijk. En daar heb ik dan gehoord dat er ook een club was in het Waasland. En daar heb ik mij dan bij aangesloten. Torbal en goalbal zijn twee sporten speciaal ontwikkeld voor mensen met een visuele handicap. Bij beide sporten wordt er dus met een bal met een rinkelbelletje ingespeeld. Het is de bedoeling dat je de bal naar de overkant van het veld gaat gooien. Dus zo hard mogelijk. En aan de andere kant moet je dan op je zij duiken en met je lichaam de bal proberen tegenhouden. Het verschil is, dus goalbal wordt met een zwaardere bal gespeeld. Die bal weegt 1 kilo 250 gram. Dus voor die bal naar de overkant te gooien heb je meer kracht nodig. Een torbal weegt maar 500 gram. Dus die is lichter. En een goalbalmatch duurt ook twee keer zo lang als een torbalmatch. Dus fysiek is het ook veel zwaarder. En een goalbalveld is ook breder. Dus je moet je meer verplaatsen om de bal te kunnen stoppen. Voorlopig heb ik de focus eventjes gelegd op torbal tot september volgend jaar. Omdat er dan het WK torbal is in Innsbruck. En ik ben dus geselecteerd voor de nationale ploeg. En ik zit ook al in de nationale ploeg goalbal, maar de kans is veel groter dat ik naar het WK torbal kan dan naar een groot goalbaltoernooi.